Het team van Ferrari ging voor de thuisrace in Imola updates uit de weg omdat we daar een sprintrace weekend hadden. De Italiaanse renstal koos er dus voor om geen risico te lopen en nog geen updates op de F175 monteren. Maar daar komt na alle waarschijnlijkheid in Miami verandering in. In Miami staan de eerste updates voor het team op het programma, zo weet Corielle Dello Sport te melden. Volgens het Italiaanse medium komt Ferrari dan met een nieuwe achtervleugel die ervoor moet zorgen dat de aerodynamica verbetert en om de luchtweerstand te reduceren, zodat de topsnelheden van Red Bull gecounted kunnen worden. Mark Verstappen heeft een opmerkelijk record in handen tijdens dit seizoen, want wanneer de Red Bull coureur een race weet uit te rijden, ja, dan wint hij deze ook gelijk. Verstappen heeft echter ook een paar uitvalbeurten achter zijn naam staan en daarom is hij niet per se blij met dit record. Ja, of je het record liever kwijt dan rijk kunt zijn, dat valt te betwisten, maar Verstappen heeft hem momenteel in handen. Als hij finisht, dan wint hij de race. Het is een uniek maar tevens twijfelachtig record. Er zijn nu immers vier races afgewerkt van de kalender, maar Verstappen heeft er slechts twee uit weten te rijden. Ja, Dat hij deze twee wel allebei heeft gewonnen is natuurlijk mooi, maar het daarbij horende record had voor Verstappen niet gehoeven. Het is geen slecht record, maar ik finish een race liever als tweede dan dat ik uit moet stappen. Zo zegt hij tegenover Sky Sports. Sluit hem af met wat harde woorden van Jan Lammers, want hij heeft het voorlopig volledig gehad met het gedrag van Toto Wolf en met name Lewis Hamilton. De oudcoureur vindt dat de zevenvoudig wereldkampioen zichzelf in zijn kerel moet tonen na al zijn successen, in plaats van te gaan jammeren nu het wat minder gaat. Hamilton kende een zeer moeizaam weekend en tijdens de race reed hij continu achter Pierre Gasly en lukte het hem niet om verder te komen dan die 13 stek, stack, terwijl zijn teamgenoot George Russell als vierde eindigde. Hij is zeven keer wereldkampioen. Dan moet hij nu ook een kerel en de man zijn die karakter toont. Zo zegt Lammers tijdens de NOSF1-podcast. De voormalig coureur heeft het helemaal gehad met het gedrag... ...wat na afloop van de race werd vertoond door Hamilton en Wolf via de boordradio... ...en gaat daarop dan ook helemaal los... Ik wil graag mijn fatsoen houden voor camera en geluid, maar hier heb ik zoiets van: flikken even op. Dit is geen balletvereniging. Kijk even wat hij allemaal betaald krijgt per jaar. Nu zitten ze even in een moeilijke positie en dan is het allemaal huilie, huilie en excuses naar elkaar maken. Al dus, Jan Lammers. Ja, zijn jullie het eens of oneens met Jan Lammers? Laat het weten in de comments hieronder. En dat was hem gelijk ook alweer: het GPF's nieuws van de dinsdagochtend. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi.